De Revit Jackson is onderdeel van de Urban Line van Revit en is speciaal gemaakt voor mensen die korte ritjes maken in en rondom de stad. En de Revit Jackson is een hele uitgebreide variant in deze collectie. Ik ben Mark van Multiclaincenter TV en in deze video vertel ik je meer over de Revit Jackson, beschikbaar bij Multiclaincenter.nl. De Revit Jackson is gemaakt voor mensen die rijden op een urban-achtige motorfiets, dus op een motorscooter of op een naked bike en voor gebruik in en rondom de stad. Dit is wel een hele uitgebreide urban jas, dus je zou er eventueel zelfs mee op een tourmotor wat langere afstanden kunnen rijden, omdat hij is voorzien van een waterdicht en ademend Hydratex membraan van hele hoge kwaliteit. En dit Hydratex membraan is bijzonder omdat hij een heel hoog ademend vermogen heeft. Speciaal gemaakt voor mensen die het hele jaar door willen rijden, dus qua waterdichtheid echt het allerbeste, ademend heel erg goed. En de dikke wintervoering zorgt ervoor dat als het kouder wordt, dat je ook nog prima met deze jas kan rijden. Hij is gemaakt van een slijtvast katoen en op bepaalde plaatsen, op de schouders en de ellebogen, versterkt met Power Shield, wat weer extra slijtvast is. Naast de slijtvaste buitenlaag van deze jas is hij ook voorzien van CE-gekeurde NOX Light protectoren die zich bevinden op de schouders en op de ellebogen. Deze protectoren zijn wat zachter en wat dunner en zie je en voel je eigenlijk niet zitten in deze jas, maar mocht je onderuit gaan, worden die wat harder en kunnen die bij impact heel veel energie absorberen. Aan de achterkant hebben we extra flap voor meer ruimte, waardoor we makkelijk, ook als we aan het rijden zijn en voldoende bewegingsvrijheid hebben, reflectie aan de achterkant. En we zien dat de jas aan de achterkant een wat langer model is. Dus zeker op een motorscooter en dergelijke zit die altijd goed over de achterkant van je lijf heen. Dus zeker aan de achterkant zorgt hij altijd voor een goede afsluiting. Op de rug hebben we de mogelijkheid om deze jas te upgraden met de Seasoft Level 2 gekeurde Back Protector. Dat is een insert die in een pocket kan die in de jas zit, heel gemakkelijk erin te schuiven en die is los bij te bestellen als accessoire. Doordat deze jas is voorzien van zo'n goed ademend membraan, zit er geen ventilatie op. Dus de hele jas zelf is al supergoed ventilerend. Zeker als het warmer buiten de jas is dan binnen, gaat het membraan openstaan en kan die daardoor maximaal ventileren. We zien aan de buitenkant grote en praktische zakken, grote steekzakken. Bovenaan een rits waarmee we makkelijk bij pasjes of iets dergelijks kunnen die we snel nodig hebben. En aan de andere kant ook een steekzak. Het is een beetje asymmetrisch ontworpen, geeft die jas een beetje een speels uiterlijk. We zien een lekker hoge kraag voor in de winter. En als we dan naar de binnenkant gaan, zien we dat de voering die in de jas zit ook nog lekker dik is en tot bovenaan de kraag loopt om je lekker warm te houden als een soort kool. Voor de rits zien we nog een waterdichte Napoleon pocket, zoals we dat noemen. Dit is een waterdichte zak waar je eventueel je telefoon en je papieren makkelijk in op kan bergen. Dan een stevige rits en daarna zien we aan de binnenkant de uitneembare thermovoering. Dat echt een hele dikke liner is, dus ook onder nul kun je prima met deze jas rijden. Wordt het wat warmer, rits je die lekkere dikke wintervoering eruit en hou je eigenlijk alleen een waterdichte en ademende buitenjas over, die ook nog eens heel erg slijtvast is. Paul is 1,82 meter lang, weegt ongeveer 76 kilo en draagt van de Revit Jackson de maat large. Je ziet dat hij een beetje wijd is, maar het idee is ook dat je deze jas over je normale kleding heen aantrekt. Zou er bijvoorbeeld zelfs nog een couvertje onderaan kunnen. Wil je op de hoogte blijven van Multiclaincenter? Volg ons dan op Facebook of op Instagram. Abonneer je op ons YouTube kanaal en vond je deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. Wil je weten wat voor jou de ideale maat motorjas is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Multiclaincenter TV en bedankt voor het kijken naar deze review.